In Harlingen wordt hard gewerkt aan de aanleg van de nieuwe N31. Deze Rijksweg ligt nu op 5 meter hoogte dwars door de stad. En bijna op dezelfde plaats komt binnenkort een 5 meter diep liggende snelweg. Om het verkeer tussen de Afsluitdijk en Leeuwarden gewoon door Harlingen te laten rijden, werd dit weekend een tijdelijk viaduct aangelegd. De brug bestaat uit 12 delen met in totaal 4 overspanningen. De langste overspanning is 31,5 meter. Het zwaarste brugdeel weegt 42 ton. Een verslag van Karin en Clemens van der Zwet. Goedemorgen, Agen. Wat een bedrijvigheid hier, zeg. Wat gebeurt er allemaal? Ja, goedemorgen, we zijn hier op de Kimswiddenweg en zijn volop bezig om een tijdelijke brug aan te leggen ter plekke. En hoezo een tijdelijke brug? Nou, die tijdelijke brug leggen we aan om de nieuwe N31 te kunnen maken. Dus de bestaande weg die ligt, zoals we allemaal achter ons kunnen zien, vrij hoog met een viaduct. En wat we gaan maken is eigenlijk een nieuwe brug, of een nieuwe situatie, waarbij we geen brug meer hebben, maar waarbij we naar beneden gaan. Dus een verdiepte ligging hebben en het verkeer onder het maaiveld rijdt. En deze tijdelijke brug, waar dient die voor? Deze tijdelijke brug is eigenlijk voor de Rijksweg die we achter ons zien. Dus die verleggen we. En op de plek waar nu het viaduct is, daar zullen we precies naar beneden moeten. En dat is erg ingewikkeld om dat op dezelfde locatie te maken. Dus daarvoor hebben we deze tijdelijke brug nodig. En hoe lang zijn ze hier zo ongeveer mee bezig? Dus ze zijn ongeveer een dag bezig hier te plekken om de eerste twee delen van de tijdelijke brug aan te leggen. En dat is waar we de Kimswiddenweg voor afgesloten hebben. Daarna moeten nog twee delen aangelegd gaan worden die ernaast liggen. En dat gebeurt buiten het verkeer. Dus dan kan de Kimswiddenweg weer open. Dus we zijn ongeveer 2 dagen bezig om zo'n tijdelijke brug aan te leggen. Jullie verleggen tijdelijk deze Rijksweg. En hoe lang gaat dat duren? Ja, we schuiven inderdaad de Rijksweg schuiven we op. En die tijdelijke situatie die zal er ongeveer een jaar in liggen. Dus volgend jaar rond de zomer verwachten we dat we het verkeer niet meer over de tijdelijke situatie hebben rijden, maar dat we langzaam maar zeker het om gaan bouwen en het verkeer door de verdiepte ligging heen gaat.